Hoi, welkom bij een nieuwe 10. En dit keer 10 zeldzame astronomische gebeurtenissen. En op nummer 10 staat de zonsverduistering. De maan bedekte de zon voor het laatst volledig in november 2012. Zelden duurde het langer dan 5 minuten, maar in 2150 wordt er één verwacht die 7 minuten zal duren. Op nummer 9 staat de blauwe maan. Het gebeurt één keer in de 2,5 jaar dat er twee volle manen zijn om één kalendermaand. De maan kan dan blauw kleuren door kleine deeltjes in de atmosfeer. Op nummer 8, komeet 67P, en ik kan het een beetje verkeerd uitspreken, maar Churyumov-Gerasimenko. Een grote komeet die elke 6,6 jaar langs de aarde en Jupiter scheert. In 2014 is er succesvol een satelliet opgeland, namelijk Rosetta. Nummer 7, sterren op één lijn. In september 2040 zullen de maan, Jupiter, Mercurius, Venus, Mars en Saturnus op één lijn staan. Dit gebeurt eens per 57 jaar. Nummer 6, de overgang van Venus. Dit is de 6 uur durende tocht van Venus voor de zon langs, vanaf de aarde gezien dan. Het is voor het laatst gebeurd in juni 2012 en zal de aankomende 105 jaar niet meer op het programma staan. Op nummer 5, de Leonid kometenregen. Elk jaar zijn er in de lucht tot wel 40 meteoren per uur te zien. Eens in de 33 jaar zijn er honderden per uur te zien. Dit is ruimteafval van de Tempel Schildpadkomeet die dan langskomt. Op nummer 4, de komeet Halley. Deze komeet is bekend door zijn verschijning in vele volksverhalen in de geschiedenis. Elke 75 jaar maakt de komeet een baan van de aarde naar Pluto en weer terug. De volgende keer wordt in 2061. Op nummer 3, de Halley-Popkomeet. Een komeet met een doorsnee van 2 à 3 kilometer. En deze komeet was tussen 1996 en 1997 voor maar liefst 19 maanden te zien. Hij heeft een gigantische baan om de zon, waar hij 2392 jaar over doet. Door met nummer 2, de komeet Ison. Ison is 15 keer feller dan de maan en was te zien tussen november 2013 en maart 2014. Deze maakt rondjes van 10 miljoen jaar en zal waarschijnlijk nooit meer gezien worden. En dan op nummer 1, de grote witte onweerstorm. Deze storm komt één keer per 30 jaar op Saturnus voor. Het heeft een diameter van maar liefst 16.000 kilometer. De stormen daar zijn ook 10.000 keer zo heftig als hier op aarde, met gemiddeld 10 bliksemschichten per seconde. Wow! Vond je dit nou een heel interessant onderwerp? Dan heb ik ook nog wel een ander top 10 lijstje voor je. 10 dingen over ons zonnestelsel die je niet wist. Wil je hem zien? Klik dan op deze onderstaande video. Kijk jij deze video nou op je telefoon of tablet? Draai dan je apparaat even om voor de linkjes in de beschrijving. Kijk voor meer bizarre weetjes op mijn kanaal en zie ik jou weer de volgende keer. Hey, bedankt voor het kijken. Tot ziens!